ja, toen ik deze baan kreeg, ik liep echt heel erg tegenaan dat ik bijvoorbeeld de tafel in de kruidenkamer was te hoog. Dus er was wel een stoel, maar dan zou ik de hele tijd een transfer moeten maken van mijn stoel naar die stoel. Dat kwam wel met best wel veel stress uiteindelijk ook wel. Dus aan het einde van de dag was ik helemaal moe. Ik ben samen met mijn jobcoach gaan zoeken. En daar zijn mij echt heel goed bij geholpen. Toen ben ik het UWV gaan benaderen. Toen heb ik alles uitgelegd. En toen zijn ze komen kijken. En eigenlijk zag hij ook gelijk. Oké, dit kan echt niet. Ja, zo kan je gewoon niet werken. Ik heb een elektrische stoel die omhoog en omlaag kan. Dus als er echt iets hoog is, kan ik gewoon makkelijk nog bij kan. Eerst moest ik heel veel dingen vragen en nu kan ik heel veel dingen ook zelf pakken. Dat heeft me gewoon geholpen om zelfstandiger op mijn werk te zijn. En ook zeker bij de tafel. En nu heb ik gewoon nadat ik klaar ben met mijn werk, heb ik gewoon nog energie over om nog dingen te gaan ondernemen, om dingen te gaan doen. Ik doe rolstoelrugby. En daar kan ik al die energie daarin kwijt.